Ja, ik heb zeker uitgekeken naar een nieuwe zomer. Training gaat heel goed, dus ik kijk ook uit naar een nieuwe winter. Om nou ja, al die goede training die je in de zomer doet over te brengen op het ijs in de winter. Ja, dat je loopt, dat je fietst, dat je sprongen doet, dat je schaatsplankt, dat je skilert, dat je ook nog schaatst, shorttrekken. Dat maakt de zomer heel mooi. Nou, de krachttraining en de sprongtrainingen liggen mij best, omdat het wel redelijk sterk voor mezelf ben en wel redelijk makkelijk spring en met fietsen en skileren iets meer moeite heb. Als ik kijk naar de zomer, vind ik het heel leuk dat het heel afwisselend is. En dat je na zo'n zomer ook echt weer zin hebt om aan het seizoen te beginnen en op het ijs te staan. Ja. Nou, de sprongtrainingen en de schaatsplanktrainingen, omdat die lijken toch heel erg op schaatsen. En dan merk je echt gedurende het seizoen dat je sterker wordt, dat je hoger springt en dat steeds beter gaat. Ik ben niet de pesco, maar ik ben wel degene denk ik met de grootste mond. Maar iedereen wel op scherp zet. Toen ik vorig jaar bij Hofmeijer begon, had ik nog een behoorlijke achterstand op de rest van de jongens. Ik voel nu dat ik die achterstand zo'n beetje heb ingehaald en ik voel me sterker worden. Kom op! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hop! En zit erin. Ah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, nog een half minuut. Kom op! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kom, spring, hop! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En stop maar. En stop maar. We hebben onze ploeg gewoon alles kunnen doen wat we graag wouden en we hebben een super zomer gedraaid. En wat het er uiteindelijk inhoudt, wat het resultaat ervan is, dat moeten we zien nog. Op het moment dat je zo'n kamp hebt gehad zoals nu hier in Toscane en mooi weer gehad, mega spirit en iedereen heeft zijn programma's gewoon echt super gedaan, dan kun je echt tevreden zijn naar zo'n kamp.